eigenlijk een dagje naar Schiphol, naar de vliegtuigen kijken. En we wilden met de trein, maar toen moesten we met de bus. So we took a train to Sloterdijk station and then a bus from Sloterdijk to the airport. Aujourd'hui, il n'y a pas de train, on ne sait pas pourquoi. Because we don't speak Dutch, and all the signs are in Dutch, so finding our way, we had to rely on some strangers' help. But it worked out really well. Everyone's super friendly, so. On sait pas, mais ils ont été sympathiques parce que le bus était gratuit. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Het was op zich een heel kleine afstand. De bus stond 52 en ik ben uiteindelijk om 5 over ben ik aangekomen, dus dat is 7 minuten. Ik heb zoiets van dit is eigenlijk best wel redelijk duidelijk. Ik kan zo instappen en ik ga gewoon weer. We zijn bezig met een groot aantal werkzaamheden. Het aansluiten van het nieuwe spoor op het bestaande spoorwegnet. Nou, daar hebben we ook de bovenleiding die erboven hangt, die moeten we op zijn plaats brengen. Seinen die nodig zijn, die worden op zijn plaats gezet. Maar ook de testen, die moeten worden gedaan. En het heeft allemaal mee te maken dat de reiziger maandagochtend veilig over het spoor heen kan gaan. Deze werkzaamheden moeten allemaal in een buitendienststelling plaatsvinden. Omdat we gewoon zo dicht op het bestaande spoorwegnetwerken dat het anders een onveilige situatie is.